Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe Sander Helpt. Het is ondertussen de 10e, de jubileumaflevering van de beste serie die ik ooit heb gehad. Nou oké, ze wil ik het niet noemen, maar het is wel de jubileumaflevering. Oké, gaat eigenlijk niks speciaals, het is gewoon de 10e aflevering. Ik ga jullie vandaag uitleggen hoe jij nou net zo'n lekker, soepel en mooi klinkende stem kan krijgen als ik. Ik heb namelijk heel vaak de vraag van Sander, welke microfoon gebruik je? Hoe kan het dat jouw geluid zo goed klinkt met die microfoon? En dat ga ik vandaag eens uitleggen. Om de eerste vraag meteen even uit de lucht te helpen. Ik gebruik de Samsung Meteor Mic echt al lang, 2 jaar of zo. Ik vind het een prima microfoon. Ik heb er ook een microfoon arm bij. De NT-USB. Ik zal even de linkjes van die in de beschrijving zetten als je daar bent. Als je daarin bent geïnteresseerd. Maar ja, ik wil jullie sowieso even bedanken voor de support op de vorige aflevering. Hij heeft nu 1006 weergaven. 119 likes, 2 dislikes. Fuck de haters. Nee, 2 dislikes zegt niks. Maar ja, ik wil jullie even allemaal bedanken ook voor de leuke reacties. Deze. En ik wil jullie ook bedanken voor de nieuwe ideeën. Ja, jullie hebben weer geen vragen achtergelaten. Jongens, deze serie moet op jullie vragen zijn gebaseerd. Dus laat ook een vraag achter. En laat niet alleen achter, wow, ik snap het eindelijk. Nice, toffe video, zeker iets van geluk. Laat alsjeblieft ook vragen achter waar jij nou echt in geïnteresseerd bent. Ik heb 1 vraag gekregen naar hoe je een webshop maakt. Nou ja, dat weet ik zelf zeg maar ook niet helemaal. Dus dit kan ik niet echt helemaal beantwoorden. Dus laat alsjeblieft gewoon even goede vragen achter. Je kunt een vraag over editen, Photoshop, weet ik veel, Premiere Pro, Elgato. Als er maar vragen zijn die andere mensen waarschijnlijk ook hebben. Ik heb natuurlijk ook al 10 afleveringen gemaakt. Dus er zijn al heel veel dingen bekend. Over thumbnail, over een streamaflevering, over een banner, over opnemen, over streamen, bla bla bla. Maar ja, we gaan maar gewoon beginnen met deze video. Of deze tutorial, of hoe je het ook wil noemen. We gaan naar Google en typen daarin Audacity. Het is Audacity, nou, je schrijft het gewoon op deze manier. Ga je naar download Audacity en dan voor Windows. Nou ja, als Windows zit het voor Windows. Ik zal deze site ook even in de beschrijving zetten natuurlijk. Voor Mac of voor Linux, ja, dat gebruik ik bijna niemand. We gaan hem voor Windows downloaden. En dan drukken we op Audacity 2.1.3 installer. En de download is nu gestart. Wil je het behouden? We willen het zeker behouden. En hij is bijna al gedownload. Dan open jij dit bestand. Geeft hij een pop-up melding of je het toe wil staan dat hij het zeg maar installeert. Druk op ja, dat is wel logisch op zich. We willen hem in het Nederlands. Volgende, druk op volgende. Nou, de plek waar hem opslaan, ik zou het gewoon zo drukken op volgende. En ik heb het al, dus ja, ik doe even, bestaat al. Een snelklik op het bureaublad is wel even makkelijk. Druk op volgende. En dan druk op installeren. En dan wordt hij geïnstalleerd. Ik kan het nu niet doen, want mijn programma is zeg maar al bezig. Dus ik installeer hem even niet. Maar als het goed krijg je dan een melding dat hij is geïnstalleerd en dan open je hem en staat hij op je bureaublad. Audacity staat nu op mijn bureaublad, die openen wij. Boom. En dan krijg jij dit te zien. Wat je dan gaat doen, jij zorgt eerst dat hier jouw microfoon staat. Nou, bij mij is dat de Samsung Meteor Mic. Ik klik je dus jouw microfoon aan en dan zou ik hem op 2 opnamekanalen zetten. Je drukt op de record knop en hij begint met opnemen. En als jij hier nu niet ziet verschijnen in dit mooie beeld, dan betekent het dat jij iets fout hebt gedaan. Dan werkt waarschijnlijk jouw microfoon niet. Heb je hem hier niet goed ingesteld? Of doet je microfoon of weet ik veel wat het niet. Maar als het goed is moet hij nu werken. Wat ik nou altijd doe, want ik nu neem natuurlijk nu mijn geluid anders op. Mijn webcam neem ik apart op. En mijn beeldscherm neem ik apart op. Wat ik dan doe, ik zorg dat alles aanstaat en dat alles in ieder geval mijn microfoon opneemt. Dat doet het nu. Kijk, degene die ik gebruik, OBS, voor mijn beeldscherm, die neemt mijn microfoon op, zie je hier bewegen. En de OBS voor mijn webcam zie je nu ook. Je ziet dat de microfoon ook wordt opgenomen. Nu ga ik in mijn handen klappen. Dit doe ik, meestal klap ik 3-4 keer. Laat ik er even een poosje tussen. Ben ik helemaal stil. En dan doe ik het weer. 1 keer. Dus dat doen we even voor. Zo gaat het altijd aan het begin van mijn opname. En dat is om een bepaalde reden. Ik wil namelijk ook wat gaan wegfilteren. Nou, als je nu je opname hebt gedaan, dus je hebt je hele leuke, nieuwe, sprankelende,
tutorial gemaakt, dan druk jij hier op de stoppen knop. Wat ik allereerst altijd even doe, ik ga naar bestand, dan druk ik op project opslaan als. Dan zoek ik even het mapje van mijn video, nou dat Sander helpt en dan hoe krijg je een mooie stem, Audacity. En dan typ ik even audio vers. Dit betekent dat er nog geen één filter hier overheen zit. Zorg je dat audio.a gewoon dit is en druk op opslaan. Waarom doe ik dit? Het is mij een paar keer overkomen dat ik de effecten heb toegepast en nog niet het originele heb opgeslagen. Toen heb ik dus met effecten al opgeslagen en die effecten was iets verkeerd gegaan, een hele opname verpest. Dus ja, daar heb je niet veel aan. We gaan even naar de plek waar ik heb geklapt in mijn handen. Dat is hier. Dit stuk. Je ziet dit vaak doordat er hier van die hoge pieken zijn. Wat je dan doet, je hebt de eerste, de tweede, de derde en de vierde, maakt even niet uit. En dan zoek je ergens een plek na de vierde. Kan vaak ook even luisteren of je daar jouw eigen stem hoort. Hoor je dat niet, dan is het goed. Wij gaan hier namelijk de ruis op de achtergrond weghalen. Je hoort bij mij helemaal geen ruis, maar ik hoor toch echt zeker wel mijn computerventilatoren. Dus we drukken hier op effecten. Gaan we naar ruis onderdrukking. Ik snap niet helemaal waarom het ruis onderdrukking is, maar gaat daarheen. Zorg je dat je dit sowieso hebt geselecteerd. Dus je selecteert dit zo gewoon met linker muisknop. Dus effecten, ruis onderdrukking. Doe je ruisprofiel verkrijgen. Dan ga je alles selecteren of gewoon niks. Dus je kan op één keer klikken of je doet even dubbelklik. Doe je effecten. Herhalen, ruis onderdrukking. Klikken en dan gaat hij de ruis wegfilteren. Wat je nu ook gaat zien, kijk. Nu zie je dat alleen wanneer ik praat is er wat. En dit stuk is nu helemaal leeg, want dat is allemaal weggefilterd. Nou, dan klinkt je stem al een stuk beter. Dan gaan we naar effecten, compressor en drukken we op ok. Gaan we naar effecten, equalizer en dan doen we bass boost. Druk op ok en dan zal hij even bezig gaan. Gaan we naar effecten, equalizer, doen we treble boost. En dan toepassen we dat even. Gaan we naar effecten, limiter. Doen we een hard limit. Druk je op ok. En boom. Dan ben jij nu klaar. Als we nu even gaan luisteren. Doe het weer. Eén keer. Dus dat doen we even voor. Zo gaat het altijd aan. Nou, mijn stem klinkt nu dus gewoon hartstikke goed. Hartstikke mooi. Heel zuiver. Geen achtergrondgeluid. Dus dat is helemaal prima. Als je dit allemaal hebt gedaan, dan ben je tot zover klaar. Ga je naar bestand, project opslaan als, doe je audio, of hoe je het bestand ook wil noemen natuurlijk. Maar ik gebruik altijd gewoon audio vers en audio. Audio is dan de goede en audio vers is de originele. Druk je op enter. Oh, is die opgeslagen? Doe je bestand audio exporteren. Ga je naar de plek waar je hem opgeslagen wil hebben. Dus bij mij is dat Sander helpt, hashtag 10. En dan zorg je dat hij op een WAV, druk je op opslaan. Krijg je hier nog, nou, metadata, kan je nog een artiest doen, is helemaal niet nodig. Druk je op ok. En boom, heb je dat gedaan. Als we dan nu naar de mapje toe gaan en we gaan hem hier luisteren. En als jij hier nu niet ziet verschijnen, mijn stem klinkt nu gewoon hartstikke mooi. Zoals hij in iedere video klinkt en dit is ook hoe ik het in iedere video doe. Ik hoop dat jij veel hebt geleerd in deze video. Ik hoop dat jij weer een blauw duimpje omhoog doet. Laten we gewoon voor zoveel mogelijk likes gaan. Zou ik super tof vinden als we hoger dan 75 halen. Tuurlijk, het is niet verplicht, maar like gewoon even. En als je video helemaal niet leuk vindt, dan dislike je hem. Laat in de comments sowieso even achter wat ik moet doen. Want ja, dit was gewoon weer het enige wat in mijn hoofd zat wat ik nog kon doen. Dus ja, laat even achter wat het ook is. Laat het gewoon achter. Dan zie ik jou morgen hopelijk bij een nieuwe video weer. Nu hebben jullie ook van die sampige stemmetjes, net zoals ik. Tot de volgende keer. En zing hem één ding. En dat is later.